Het eerste wat in mij opkomt als ik de naam Kruisemuntweg hoor, is ketensamenwerking. Ketensamenwerking is voor mij een groep partijen bij elkaar zetten die een gezamenlijk einddoel hebben. Wordt er steeds meer één familie die dit project maakt, die elkaar goed kent en op elkaar ingespeeld raakt. En als ik over 10 jaar door die wijk rijd, dan denk ik van, ja, hebben we toch mooi goed voor elkaar gedaan. Kijk, dus heel vaak in de traditionele bouw, het is toch een beetje ieder voor zich. Hè? Van ja, ik moet mijn ding doen en ik moet als bedrijf moet geld verdienen. Hier wordt er dan een beetje het omdenken van, we hebben samen een project. We moeten het samen doen. Maar dat je meer die samenwerking moet zoeken, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Maar ik denk wel dat de bewoners een voordeel aan hebben. Gezien ja, ook dus dat iedereen nu kenbaar is en iedereen dus hetzelfde uitstraalt, waardoor de werkzaamheden straks weer beter gaan lopen. Ik geloof echt dat in samenwerken als één bedrijf, omdat je het ook samen met elkaar een product maakt. En het is niet allemaal losse componentjes, maar het is bij elkaar het geheel waar de huurder en waar wij weer profijt van hebben. Dus je moet het echt samen doen en iedereen zijn specialisme gebruiken. En dat het onderbelicht wordt op veel andere trajecten is en blijft mij integreren om dit soort dingen juist wel te doen. En houdt me ook zeker scherp om met een team gewoon het beste naar boven te krijgen. De winstpunten zijn natuurlijk voor ons allemaal. Elke partner die er werkt. Door slimmer te werken. En omdat we slimmer werken, gaan we ook sneller. En ik vind dat we daar ons eigenlijk allemaal. Ja, we zetten ons eigenlijk heel positief ervoor in. Vanuit het verleden is er veel meer gestuurd eigenlijk op planning. Binnen 10 dagen. Groot onderhoud binnen een woning, dan na 10 dagen moest ook iedereen de deur uit. En er werd zo op die planning gestuurd dat de kwaliteit van het werk daar eigenlijk ondergeschikt aan was. En wat we nu eigenlijk veel meer willen doen, is die kwaliteit weer bovenaan zetten. En dat daar dan uitkomt dat we met elkaar daar 10 dagen voor nodig is, dat is daar dan een afgeleide van. Maar dat spreken we wel van tevoren af. En we pakken daar alles aan, binnen en buiten van de woningen. Complete kozijnvervanging, we doen energetische maatregelen, badkamer, keuken, toilet vervangen. Aanzienlijk onderdeel van dit project is de asbestsanering. Alle panelen in de gevel waren asbesthoudend en ook het hele rioleringsstelsel in en onder de woning. Dus wel ingrijpend voor bewoners. Ja, dus het is gewoon geweldig hoe netjes en hoe kundig die mensen werken. Dat is echt, echt petje af voor al die werkmannen. Als wij proberen om van tevoren onze huurders, soms is dat al meer dan een jaar van tevoren, op de hoogte te gaan brengen dat dit eraan zit te komen, dat we groot onderhoud gaan uitvoeren. We willen een eerlijke prijs betalen voor het product wat je krijgt. En wij, daarbij willen we dat de risico's en de doelen die we willen realiseren binnen een project, dat gezamenlijke doelen zijn. Waarbij we de prijs daarin eigenlijk ondergeschikt hebben gemaakt, maar we hebben wel voorop gezegd dat we een eerlijke prijs willen betalen. Het is geen volksbuurt, het is gewoon een buurt waar we elkaar helpen. Onze kinderen van elkaar in de gaten houden als er ruzie is, een beetje sussen. Suiker bij de buren lenen, zoals eigenlijk iedereen doet. Zeg, we zitten niet voor op straat met elkaar, maar we komen wel allemaal gewoon bij elkaar. Gewoon, we zijn er voor elkaar als het nodig is. Ik woon hier veilig, voor mijn gevoel woon ik hier heel veilig.
En het is nu echt een heel mooi, hier, voor hier, is het hier een heel mooie verbetering geworden. Het is een heel ander gezicht. Redelijk snel tevreden mee zijn is als de bewoners heel erg tevreden zijn. Dus de bewoners geven ons allemaal echt hoge cijfers. 9, 9,5 is geen uitzondering. Maar daarmee accepteren we ook heel snel dat 5, 6, 7 opleverpunten in een woning daarmee ook eigenlijk gerechtvaardigd zijn. Dat is iets wat we niet moeten doen. We streven gewoon echt naar 0 opleverpunten. Nu we de derde ronde hebben gedaan met een project- en ketensamenwerking, dat het zowel voor ons als voor de klant niet meer een pilotfase is. Maar die afspraak ligt er ook dat we nu eventjes voor een afgesproken iets langere tijd gaan kijken om door te gaan op het spoor van denk en werk als één bedrijf, één ketensamenwerking. Met één kanttekening dat we niet elke keer doorkopiëren wat we al deden, maar wel elke keer proberen te kijken van kunnen we de lat een tandje hoger leggen, wat kunnen we nu weer verbeteren of anders doen, waardoor we wel steeds vooruitgang boeken. Wij hebben met Huber en Schalou die brug wel overwonnen. We hebben daar wel de hulp gehad van een externe die af en toe juist op die momenten ingreep en aangaf van je moet het nu zeggen. Nu wil ze horen wat je er echt van vindt. Die aanvoelde van hey, er wordt hier niet alles gezegd en die juist op dat moment eigenlijk ingreep. Uiteindelijk doen we het voor de huurder.